van Soen. En Soen is een nog vrij jong bedrijfje dat hier tegenover zit. En samen met projecten allerlei maatschappelijk ondernemende projecten start. En jullie staan op een van die projecten, dat is namelijk deze daktuin. En toen zijn we gaan kijken, oké, wat kunnen we dan doen met dat netwerk? Toen kwamen we Mark tegen, die al een tijdje heel mooi bezig is met de boeren hier uit de buurt te verenigen. En te kijken, kunnen we daar niet hele mooie dingen mee doen? En we zijn heel benieuwd hoe jullie dat zelf ook zien. Dus wij gaan vandaag jullie daarin meenemen, een stukje ondersteunen. En voor de rest zijn we ook gewoon heel benieuwd hoe jullie het zien. Gelukkig zien in de regio Utrecht dat we een drietal producentencoöperaties hebben die ze eigenlijk op dat gebied met streekproducten hartstikke actief zijn. En de laatste loods is Local to Local uit het Krommerijngebied die zeg maar met een 20, 25 ondernemers nu probeert het omgekeerde te bewerkstelligen. Dus de producten te collecteren en vervolgens bij nou ja, de restaurants of de GPU's of de Daily XL's. Maar eigenlijk de uitdaging ligt dan ook vervolgens om daar nog een breder verband mee op te zoeken. Prima collectieve initiatieven, maar het is denk ik beter om daar ook enige collectiviteit in te brengen, want anders krijg je een enorme versnippering. Ja, okay. Wat ik probeer te doen vanuit mijn bedrijf en vanuit Stichting Terecht Anders is de voedselketen te verkorten. Ik heb hier een beeld van de voedselketen. Dit is zoals die nu in elkaar zit. Het is overigens niet zo dat ik heel erg anti-bestaande voedselketen ben, want dit is iets waar we de afgelopen 50, 60 jaar heel hard aan gewerkt hebben om iedereen te kunnen voorzien van vers eten. 65.000 producenten, 6500 levensmiddelenfabrikanten, 1500 leveranciers en 5 inkoopkantoren die eigenlijk bepalen voor 95% wat hier door die consumenten gegeten wordt. Ik denk wel dat we op zoek moeten naar het verbinden van de producenten en de consumenten. En daar binnenin nieuwe dingen neer kunnen zetten, samenwerkingen op kunnen bouwen om die keten te verkorten. En de waarde die dan ontstaat, hè, er zitten allemaal partijen tussen die allemaal geld verdienen. En die waarde die daardoor ontstaat, daar samen afspraken over te maken. En we met elkaar weer kunnen bepalen hoe dat voedsel ontstaat en waar het vandaan komt. En daar gewoon eerlijk, lokaal eten kunnen leveren aan de enorme hoeveelheid mensen die hier werken, studeren en te gast zijn. En dat is een uitdaging waar wij vanuit Terecht Anders en Local to Local en ik als ondernemer een soort levensdoel zien om dat te bouwen. En daarom is het zo gaaf dat we hier met verschillende mensen zijn. Als eerste wil ik jullie vragen om even iemand te zoeken die je nog niet kent en eens te vertellen wat jouw ambitie is voor vandaag. Wat is je ambitie voor als je hier om 30:30 weggaat, als je blijft eten en zo. Wat is je ambitie voor vandaag? Zoek even iemand die je nog niet kent, even kennis maken, een paar minuutjes en even vertellen wat is je ambitie voor vandaag. Eigenlijk in mijn achtertuin. Dat is kort gezegd de workshop. Aan iedere tafel is een speelveld. Daar kunnen jullie dus gaan praten over ambities. Per tafel is er een moderator. Dus als mijn verhaal nu nog niet duidelijk was, dat kan ik me best voorstellen, dan kun je zeker aan tafel kom je op aanvullende informatie. Steeds een nieuwe gein. Het is heel vers, als we maar een paar maanden bezig. Ik ben er maar niet leider van dakkast. We gaan weggehaald. Nou, dan hopen we maar dat de rest niet van de dag bij is. Nou, voordat we over problemen gaan spreken. Ja. Ik denk dat je misschien wel meer op medewerkers moet gaan targeten. En dan wil ik best nog een beetje meer betalen. Ik werk in de moeder met kinderen die boodschappen doen. Waarom kan je niet gewoon op zaterdag of elke middag op de markt gaan staan op Vredenburg? Is dat een vergunningprobleem? Nee. Moeten we daar iets mee?
uitoefenen van nou, dan loopt die 3 miljoen mensen rond, dan gaan we kilo's aardappelen kopen. Dat werkt dus niet, want ik ga als ik op een trein loop niet met kilo's aardappelen en appelen lopen. Ik wil gewoon... Zijn er ook die afstand? Het is aardappij, ruiken aardappij. Aan de eerste verkoop je dan aardappij. Ja. In een mumme tijd ben ik 30 keer aardappij kwijt. Nou, ik ben van het UMC Utrecht. Ja. En we willen allemaal met elkaar de hele voedselketen verbeteren en veranderen, ja. Het volume maken. Dus de wil is er. De wil is er, ja. Alleen hoe, is dan de vraag. We hebben nu een praktisch iets wat volgens ons realiseerbaar is en dat is een landwinkel op de Uithof. Ah, ik heb dat wel ook aan die tafel trouwens ook al wel gehoord. Dus dat is, dat is kijk, we zitten wel naar duurzaam, we zitten naar biologisch, maar we zitten ook te kijken hoe krijgen we het bij de consument, enerzijds. Ja. En anderzijds, hoe krijgen we de consument bij zeg maar, de producenten die de goede producten zeg maar, telen. Ja, distributie is daar wel een belangrijk. Ja. Hoe kan ik dagelijks aanvoer krijgen ja. tegen een redelijke prijs? En hoe krijg ik zeg maar, de gedachte om bij onze afnemers, zeg maar de studenten, van individu naar groep? Ja, ambitie is het resultaat van de formule. Daar gaat dus een insteken voor. Op deze gouden kaarten die we zo aan jullie uit gaan delen, gaan jullie allemaal je eigen bijdrage aan deze formule formuleren. Aan die gouden formule. En jullie gezamenlijke bijdrage wordt dus de gouden formule. 35, 40, 50, 70. Streek maken, dat is een mooie deel. Dat is uiteindelijk de opzet hiervan. Ja, en dat je wegblijft even uit die nu bestaande conservatieve inkoop. Lokaal voedsel. Ja, dus je organiseert de consumenten eigenlijk als coöperatie. En je hebt een producentencoöperatie daarnaast. Die zegt van oké, wij maken met Sveen een deal. En die is dan geen plaats. Ja, dit is een heel lang verhaal eigenlijk. Wat neerkomt op dat we moeten gaan kijken naar de consument en de student. En er zijn partijen, onder andere Oikos, maar ook de producenten die heel erg aan dat verhaal willen gaan bijdragen en meewerken. Dus vat ik het zo? Ja, gaat goed. Dan hebben we data nodig. Wie zijn eigenlijk die consumenten en die afnemers? Het product die ze maken, inzichtelijk kunnen maken aan de consumenten. Dus echt degene die het opeten, niet degene die het verkopen. En daarbij willen ze natuurlijk vooral kijken naar het verhaal wat heeft Guido, die heeft het creëren van contact met een eindafnemer. Die wil dat op zich nemen. Dus een contact tussen local to local en een eindafnemer. Nou, we stappen het goud wat we al in handen hebben door de mensen die op de tafel zaten. We hebben gezegd dat de landwinkel eigenlijk per direct zo snel mogelijk over zou moeten gaan. Dat zou ook een nieuw plekje zijn. Heel veel regulering hebben. Of dat nou keurmerken zijn waar je aan moet voldoen, of het eisenpakket van de kennisinstellingen aan de cateraars. Op allerlei manieren is er heel veel regulering. Weet je dan wat het kan doen? Maar daarmee gaan we aan de slag. Blijf strijden tot het laatst toe, hè? Ja, tot ik weggeblazen word hier van de dag. En het leuke is dat we ook wel gewoon echt de doeners in huis hebben. Zoals al die mooie ambities, plannen, ideeën. Echt omzetten in wat gaan we dan meteen doen. Daarvoor mag je al eerder beginnen. Rosa die heeft zelfs al concrete afspraken gemaakt. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid en ook al jullie acties al vandaag. Nog één laatste vraag. Wat vonden jullie van het eten? Lekker! Mooi.